We hebben um, toen de tijd onze uh, eigen glazen een beetje ingegooid met de restaurantweek. Um, dat is tien jaar geleden waarschijnlijk toen de tijd begonnen. Drie gangen voor um, 25 euro. Ja. Um, en dat is nu zo uit de hand eigenlijk gelopen. Um, het is nu bijna elke week restaurantweek. Ja, we hebben in totaal, hebben we, nou, ik kan ze wel opnoemen, maar honderd dagen uh, restaurantweek al. Dat, van heerlijk tiendaagse tot eens. het is heel veel. En toen heb ik gedacht: ja, van de week voor de restaurantweek zit je altijd leeg. Als je niet meedoet met de restaurantweek, dan zit je, zit je ook leeg. leeg. En de week daarna zit je ook leeg, want de mensen zijn al uit eten geweest. Dus toen dacht ik: van nou, dan doe ik gewoon daaromheen. Want ik kan het ook allemaal zelf inplannen. Dan doe ik die vouchers verkopen. Ja, en dat ging heel erg goed, want wij hebben in totaal bijna, nou, coupon hebben we 10.000 mensen weggezet. En vakantieveilingen. En de andere gaat ongeveer naar de. Per jaar naar de bijna 5000. En daarmee heb je dus wel jouw restaurant toegankelijk gemaakt voor mensen die anders nooit binnen zouden zijn gekomen waarschijnlijk. Nee, nee uh, en dan kunnen ze kennis maken. En ja dan zeggen heel veel mensen: ja, komen ze dan terug uh, uh, op een andere tijd? Nou. Ik hou daar ben ik ook heel sceptisch in. Dan zeg ik gewoon: nee, ik kom niet terug. Maar dan kopen ze maar nog een foutje en dan komen ze dan maar weer terug. Of uh, als er maar mensen in mijn restaurant zitten, want ik moet ook mijn personeel aan het werk houden. Mijn personeel moet lachen. En mijn personeel lacht niet als er maar drie tafeltjes zitten. Sterker nog, de mensen die alleen in een restaurant zitten, Ja, die vinden dat ook niet leuk. Nee.